سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Best producers, this is welcome by Stichting Najiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We vragen jullie om hulp. Het gaat om een overleden zuster, rahimallah, van Bulgaarse afkomst. De zuster is alhamdulillah moslima, maar helaas niet verzekerd. We zijn gevraagd om te helpen om de uitvaart van deze zuster te financieren, inshallah. En daarbij hebben wij jullie hulp nodig. Dus bij deze vraag ik barakallahu fikum, beste broeders en zusters. Doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al is het maar een euro. Totale kosten zijn 4.800. Stichting Najiba had nog 1.000 euro in het potje over. Dus dat betekent dat we 3.800 nodig hebben. Dus 3.800 komen wij nog tekort. Op dit moment wordt de zuster opgehaald en dan wordt ze gewassen door onze zusters wasteam. En inshallah, dan zal zij, als vandaag het geldbedrag binnen is, zal zij morgen inshallah al begraven worden inshallah. Geen inshallah, geef het door, doneren in wille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in de hadith, wie in moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in het wereldse leven, Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. En wat ik ook vaak zeg, dit behoort ook tot de sadaqa jariya. Mubarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.